Goedemorgen. Wat zijn we aan het doen? De uitzending van Topneems van gisteren aan het uitwerken en online zetten. Oké. Okay. Hey, kan je even laten zien waar we hier die verkeren? Ja, dat kan ik. We zijn hier in het huis van Jill. We hebben dit gehuurd via Airbnb. We zitten er met z'n vier in. De twee grumpy old men zijn nog aanwezig. De andere twee hebben alweer afspraken en zijn alweer naar sessies toe. Maar helemaal fantastisch vind ik, want... Nee, we zitten in een woonhuis van Jill en haar twee kinderen. En die verdient wat bij dankzij ons. En het is zoveel beter dan in zo'n steriele hotelkamer te zitten en thuis te komen. Ja, hoe ziet de keukentafel eruit? Wat had ik hier achter je? Wat hier achter me ligt is... dit is zeg maar de helft van alle technologie die we hebben. Want de andere helft is met die andere twee mee naar huis gegaan. En er liggen, ik zie twee iPads liggen. Ik zie opladers liggen. Ik zie... kastjes van Karma liggen waarmee we mobiel bereikbaar zijn onderweg. Dit is een apparaat van Michiel Buitelaar, zodat hij al zijn spullen kan aansluiten hier. Nog een microfoon, een Kindle om nog af en toe wat te lezen, wat ik natuurlijk nog helemaal niet gedaan heb. Je kijkt daar, dan zie je een AT&T kastje, daar hebben we ook verbinding mee. Extra stroom voor onderweg. Nou ja, dat soort spullen. Oké, verder? Ja, verder ben jij nu in de keuken. En de keuken is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Bijvoorbeeld als we thuiskomen om de nodige koude Shiner Box te drinken. Dat is onze favoriete drank hier. Mensen die Topneems wel eens kijken weten wij dat we in Nederland altijd Palm drinken. En hier drinken we altijd Shiner Bock. Laten we even buiten kijken. Het is tot nu toe heel erg koud geweest. Hè? Vandaag is de eerste keer dat de zon schijnt. Er is een hele grote tuin daarachter. Maar ineens staat er sinds gisteren een tent. Hebben we dat eens zien? Ja. En wie zit daar dan in? Ja, ik heb alleen maar horen zeggen... Ja, ik heb alleen maar iemand horen zeggen, een grote neger. Maar ik heb hem nog niet gezien. En zijn hoed ligt er bovenop. Dus dat betekent dat hij thuis is. Wherever alleen maar het is mijn home. Maar ja, we gaan weer, anders maken we hem wakker. Kijk, misschien is het wel belangrijk om eventjes te laten zien de knusheid en de gezelligheid die wij in ons huis hebben. Ja, ik vind het een goed idee. Kijk, sowieso vind ik het wel enig omdat je met z'n vieren zit. Jullie zijn samen boodschappen bezig doen, spullen halen, bier eten, drinken, et cetera. Maar we hebben ook een wasmachine. Die laat ik niet zien, maar het mooie was, al na de eerste dag, dat een van ons vieren, Michiel Buitelaar, zei: hebben jullie nog wat te wassen, jongens? En kijk wat hier nu ligt. Er liggen al zijn sokken liggen hier te drogen. De zwarte sokken van Michiel Buitelaar. Ja, en wat mij betreft geeft dit eigenlijk aan de klusheid en gezelligheid om met z'n vieren in een Airbnb-huis rond te hangen. Want we zitten natuurlijk in andermans kamer. Alle foto's die je ziet zijn van Jill en haar twee zoons. En al die spullen zijn natuurlijk ook van hun. Maar het is hier lekker thuiskomen. Hey, hoe verplaats je van hier naar het congrescentrum? Oh ja, dat is ook leuk. We hebben fietsen gehuurd. En wij zitten zeg maar 10 minuten fietsen van het congrescentrum. Zeg maar. Heel erg leuk, want we lopen even naar de fiets toe buiten. We zitten vlakbij de rivier. Dus we kunnen eigenlijk helemaal langs de rivier fietsen. We hoeven helemaal niet over drukke snelwegen of niks. Het is een soort van bostocht langs de rivier, mooi piepende dingen. Oh. Hier hebben we er vier van. En je ziet het al in die modder, want in het begin van de week hadden we nogal regen. En ik had helaas als een van de twee die een fiets had zonder spatbord. Dus je snapt dat al die modder eigenlijk bij mij op de achterkant zat. Wellicht nu nog zit overigens, maar dat heb ik niet bekeken. Nee, valt mij. Oh, dat valt mij. Had me niet verbaasd. Maar dit is ons vervoermiddel en dat is super handig. Want het is, Sauerbus-adres is steeds groter geworden. Dus je kunt heel makkelijk van de ene locatie naar de andere. En het is heerlijk om 's ochtends op de fiets te beginnen en 's avonds op de fiets te eindigen.